Welkom allemaal op deze webinar op woensdagavond 30 juni 2021. Mijn naam is Ulkerjitsch en ik ben vandaag jullie spreker namens SkyWorld Community. En we gaan het hebben over Unitsky String Technologies. Naast dat ik spreker ben voor SkyWorld Community, ben ik ook lid van de communicatiegroep. En wij zijn als groep verantwoordelijk voor de communicatie binnen Nederland. Daarnaast maak ik ook gebruik van de applicatie AdverHunter. En hierover zal ik later in de webinar iets meer uitleggen wat dat precies is. Het milieu is een hot item en op dit moment zijn er eigenlijk vrij forse problemen waar onze wereld voor staat. En dan kun je denken aan het opwarmen van onze aarde, milieurampen die plaatsvinden met alle gevolgen van dien. En dat is een probleem wat eigenlijk niet zozeer van de dag van vandaag is, maar wat eigenlijk al een vrij lange periode speelt. Er zijn al verschillende bedrijven en uitvinders geweest die iets hebben bedacht om dat klimaat terug te dringen, om iets te ontwikkelen wat onze aarde zou kunnen helpen om minder snel op te warmen. Maar eigenlijk heeft geen van al die innovatieve ontwikkelingen geleid tot een fantastbaar product wat zou kunnen helpen. De volgende persoon die eigenlijk al vanaf 1978 bezig is met het ontwikkelen van een product wat onze aarde zou kunnen helpen, dat is Anatoly Unitsky. Dit is Anatoly Unitsky. Hij is vanaf 1978 begonnen aan zijn product, voormalig Skyway. En dat heeft hij in zijn beginjaren geprobeerd om dat te visualiseren. Dat is hem gelukt. Uiteindelijk is hij medio eind jaren 90 daadwerkelijk begonnen om dat product tot leven te krijgen in verschillende modellen. Ook originele modellen. En begin 2000 heeft hij, zoals jullie op de foto kunnen zien, een vrachtwagen laten rijden over een dunne rails. Dat is eigenlijk de voorbode geweest van het huidige transportsysteem wat we op dit moment kennen in de vorm van Unitsky String Technologies of voorheen Skyway. Wie is Anatoly Unitsky? Anatoly Unitsky is in bepaalde kringen een vrij bekend persoon. Hij heeft samenwerkingen met de Verenigde Naties, heeft een x-aantal patenten op zijn naam geschreven, heeft ook een aantal onderscheidingen gekregen voor zijn werk wat hij heeft verricht. Dus voor veel mensen is het een bekende, maar voor de grote wereld is het nog steeds eigenlijk een onbekend persoon. Zoals jullie hier op de foto zien, is dit zijn idee, hoe hij het voor ogen ziet. Transport op het tweede niveau, dat wil eigenlijk zeggen, wij staan op de begane grond. En transport op het tweede niveau wil eigenlijk niks meer zeggen dat het boven ons hoofd plaatsvindt. Dit is Unitsky String Technologies. Dit is een originele foto gemaakt op het Ecotechnopark. Dit zijn een aantal modellen. Wat zou Unitsky String Technologies kunnen betekenen? Reductie van CO2, beter leefklimaat voor mensen en natuur, passagiers en goederenvervoer op een efficiëntere manier van A naar B brengen. En dat zijn eigenlijk een kleine greep van het aantal voordelen wat dit ontwerp met zich mee heeft gebracht. Er zijn in het verleden ook al verschillende pogingen getracht om transport op het tweede niveau te ontwerpen en te ontwikkelen. Er zijn ook een aantal bestaande systemen die daadwerkelijk rijden. Daarbij kun je denken aan de monorail. Ik weet dat er toevallig één in Jacksonville, Florida, zich bevindt. Dat is niet hetzelfde als Unitsky String Technologies. In Duitsland is er een plek met een monorail. En in China zijn er ook een aantal. En mensen, uitvinders hebben destijds getracht om het probleem wat ze hebben zien ontstaan, om dat eigenlijk zo goed mogelijk in goede banen te leiden. Maar dat is tot op heden helaas niet gelukt, omdat al die innovatieve uitvindingen van destijds niet klaar waren om de markt te betreden. Er zijn in het verleden ook een aantal rampen geweest. Onlangs is er ook nog een ramp geweest met een containerschip dat is vastgelopen in het Suezkanaal. Gelukkig is daar geen milieuramp uit naar voren gekomen, maar regelmatig kapseist er een olietanker of vallen de containers overboord. En dat heeft tot gevolg dat de natuur eigenlijk een gigantische opdonder krijgt, waarvoor het jaren nodig heeft om die op een goede manier te kunnen verwerken.
uiteindelijk zijn de beesten in diens leefomgevingen vaak daar ook de dupe van. Zo kun je denken dat bijvoorbeeld bij het breken van een olietanker er honderden tonnen olievaten de zee in vloeien, die uiteindelijk op de beesten terechtkomen, die uiteindelijk weer schoongemaakt moeten worden. En als dat niet op tijd gebeurt, dan overlijden ze helaas. Hier zien jullie een aantal foto's. Zoals ik net al aangaf, er zijn al verschillende ontwerpen gecreëerd door middel van transport op het tweede niveau. Die kunnen jullie hier links en rechts onder op de foto zien. De een is in Duitsland en de andere is in China. In China zijn er op dit moment serieuze testen. Alleen dat is, wat ik net ook al eerder aangaf, niet vergelijken met Unitsky String Technologies. Verder zien jullie op de foto rechtsboven een weg, doorgaande weg. Dat is in de woestijn. Wat er gebeurt als men een weg niet meer gebruikt, dan pakt de natuur deze heel geleidelijk terug. En dat zie je ook op de foto. Dit zijn een aantal voorbeelden van kabelbanen. Unitsky String Technologies is ook niet te vergelijken met een kabelbaansysteem. Een kabelbaansysteem maakt gebruik van een aantal grote motoren, zowel beneden als boven in de meeste gevallen. En daarlangs worden kabel gespannen die het mogelijk maakt om een locomotief of als voorbeeld een stoeltjeslift van de vakant van de skipiste op wintersportgebieden van boven naar beneden te kunnen brengen en vice versa. Onlangs heeft daar ook een ramp mee plaatsgevonden in Italië met alle gevolgen van dien. Dit is Unitsky String Technologies. Deze is niet te vergelijken met wat ik al een aantal keer aangaf, een monorail of een kabelbaan. Unitsky String Technologies heeft een eigen motorwiel, eigen accuopslag, waardoor het in staat is om gebruik te maken van eigen voorzieningen om van A naar B te kunnen reizen. Dit zijn een aantal bestaande modellen. De foto in het midden aan de onderkant, dat is de Unicar T3. Deze is er wel, maar zien we eigenlijk niet heel veel. Wordt op dit moment in Wit-Rusland wel degelijk getest. Dan is er ook nog een computeranimatie van bulktransport. Ook deze is er inmiddels bestaand. Dat is de Unitruck U4131. Deze wordt inmiddels in Wit-Rusland op het Ecotechnopark getest. Dit is een doorsnede van ons aardoppervlak. Wat opvalt is dat het heuvelachtig is. Op het moment dat wij als mensen zijn iets willen bouwen, zullen wij de grond moeten egaliseren. En op dit plaatje staat uitgebeeld wat er dan gebeurt. En in dit geval is het letterlijk dat de dieren die in dat leefgebied wonen, leven, eten, slapen, drinken, etc. Vast komen te zitten onder de aarde. Dus die komen in de knel te zitten. Vervolgens moet er een fundering worden gelegd. Die ligt vaak onder de grond, die is vaak groter dan dat wij in de gaten hebben. En als dat gedaan is, wordt er uiteindelijk in dit geval een spoorbaan overgelegd. En die is zichtbaar. Als je kijkt naar het systeem wat Unitsky String Technologies heeft ontworpen, dan zie je dat het gebruik maakt van anchor supports. En dat zijn eigenlijk in het Nederlands, of om het simpel te houden, zogeheten palen. Ik noem het anchor support, of tenminste, intermediate supports. Anchor supports zijn de stations en gebouwen, maar zogeheten intermediate supports. Maar om het simpel te houden zal ik het even nu palen noemen. Wat je ziet is dat het vele malen minder ruimte in beslag neemt en dat de aarde, tenminste de grond, daarvoor niet speciaal volledig geëgaliseerd hoeft te worden. Ze kunnen op verschillende afstanden van elkaar worden geplaatst. Ik zal als voorbeeld even nu de Emiraten aanhalen. Op dit moment wordt op het Unitsky Innovation Center in Sharjah een testtrack gebouwd waarbij de intermediate supports op 288 meter van elkaar komen te staan. Ze kunnen op een grotere afstand van elkaar komen te staan, maar het geeft aan wat voor spanwijdte ze kunnen creëren en hoe weinig aardoppervlak dat in beslag neemt in vergelijking met huidige spoorconstructies zoals wij die nu kennen. Om het te creëren maken ze eerst een aantal palen, die bevestigen ze in de grond. Vervolgens spannen ze een kabel tussen die palen. Als dat is gedaan en de kabel staat op spanning, dan worden ook de laatste uiteindes losgekoppeld en bevestigd aan zogeheten anchor supports, en dat zijn stations.
wat ik al aangaf, ze kunnen op verschillende spanwijdtes van elkaar worden gecreëerd. En dat is eigenlijk net wat de klant op dat moment wenst te hebben. Dat kunnen ze realiseren. De foto in het blauw is een anti-derailment system, of in het simpel Nederlands vertaald ontsporingssysteem. Dit zit vaak onder het witte gedeelte van de module. Die zien wij niet, maar daar wordt wel degelijk op getest, omdat het van groot belang is dat de modules niet kunnen ontsporen. Dat zou eigenlijk ook desastreus zijn voor Uniski String Technologies als dat gebeurt. Dus daarom wordt eigenlijk op dit moment veel getest om dat zo goed mogelijk op de markt te kunnen brengen. En dat is eigenlijk ook een van de redenen dat het voor ons eigenlijk iets van tijd tot tijd iets langer wachten is op een volgende stap die het bedrijf kan zetten. Dan zien jullie ook nog een doorsnede van een rails. Dit is hoe de binnenkant van een bepaald type rail eruit ziet. Daar zitten informatiekabels tussen. Kabels die het mogelijk maken om de energie zo goed mogelijk te geleiden. En nog een aantal technische snufjes die het mede mogelijk maakt dat de rail eigenlijk ook heel stevig is. Er zijn ook nog een aantal doorsnedes. Uniski String Technologies kan de modules op een interval van 2 seconden achter elkaar laten rijden. Binnen die 2 seconden hebben de modules nog steeds de mogelijkheid om onafhankelijk van elkaar met elkaar te kunnen communiceren. Dus op het moment dat er een module is die pech onderweg krijgt, zal de module die er achterop volgt niet er achterop botsen, maar zal desgewenst kunnen afremmen of net wat er nodig is op dat moment om een veilige situatie te creëren. Dit is een doorsnede op een foto van een zogeheten enkersupport. Een enkersupport wil eigenlijk heel simpel zeggen station, gebouw, geef het de naam. Maar de enkersupports worden gebruikt in het Engels door Uniski String Technologies. Wat je hier ziet is dat er een module aan komt rijden. Je ziet twee intermediate supports en de module kan eigenlijk rustig het gebouw binnenrijden. Daar heeft hij de mogelijkheid om de opgewekte energie af te staan aan het gebouw, dat weer gebruikt kan worden voor consumentendoeleindes. Dan zien jullie ook nog een foto van de drone. De drone is in 2018 op het Ecofest in Wit-Rusland gepresenteerd aan het grote publiek. Op dit moment is daar niet heel veel nieuws van bekend, maar ook de drone is in volle ontwikkeling en kan op dit moment heeft op dit moment een laadvermogen van 750 kilo. De bedoeling is dat hij naar 1500 kilo gaat, maar 750 kilo is al heel wat. En zodra dat is gerealiseerd en de trajecten moeten gebouwd worden, dan zal deze drone ook worden ingezet om trajecten te kunnen bevoorraden in moeilijk begaanbaar gebied. Dit is een vergelijking van Uniski String Technologies en een kabelbrug zoals hij er daadwerkelijk is. Uniski String Technologies is gefotoshopt. De brug is een bestaande brug. Maar de grote voordelen van Uniski String Technologies is dat ze eigenlijk aan weerskanten van een oever een intermediate support kunnen bouwen. Daartussen een kabel kunnen spannen op een desgewenste hoogte. Waardoor de schepen met een lage of hoge diepgang niet in botsing kunnen komen met een brug of met de pilaren van Uniski String Technologies. Dit zijn een aantal doorsneden van de type rail die er op dit moment zijn. De onderste is een flexibel stringrail. Ik ga even van onder naar boven. Die is op het Ecotechnopark in Wit-Rusland en het testpark in de Emiraten op dit moment in gebruik. Daar wordt op getest. Dan hebben we een stijve spoorconstructie. In Wit-Rusland wordt die op dit moment ook gebruikt. Zowel door de Uniflash, voormalig high-speed Unibus, als de Unibus U4-220T2, die staat ook wel bekend als de B-rail Unibus, die hangt er onderlangs. Dan is er ook nog een ander type stringrail, die wordt ook in Wit-Rusland gebruikt, op dit moment door de Unibus U4-210. Dan zien jullie nog een foto van hoe dat er in het echt ongeveer uitziet. Dan zie je eigenlijk hoe smal zo'n stringrail daadwerkelijk is. Dit is een wiel van de Uniflash. Er komt een bepaalde wrijving tot stand op het moment dat hij gaat rijden. Daar wekt hij stroom mee op. Die stroom vangt hij op, die kan hij gebruiken voor eigen doeleinden. En op het moment dat hij een station binnenrijdt, afstaan aan stedelijk gebruik.
Dus eigenlijk is het een multifunctioneel systeem wat is ontworpen. Daarnaast wordt de stroom ook afgeleid door middel van de stringrail. En onlangs zijn de visualisaties gepubliceerd, waarbij je eigenlijk ziet dat de type stringrail waar de Uniflash op gaat rijden, dat daar ook zonnepanelen tussen gemaakt kunnen worden. Wat er eigenlijk voor zorgt dat het op een zeer efficiënte manier wordt gebruikt. Dit is wat informatie over de aerodynamica. Zoals jullie op de foto kunnen zien, zien jullie de foto aan de linkerkant, zien jullie dat de wind voor de auto geleidelijk aan naar een bepaald punt toe komt. Op het moment dat de auto passeert, zien jullie dat de windcirculatie ontstaat. Dit zorgt eigenlijk voor goed verkeurd. Als je achter een vrachtwagen rijdt, je moet de vrachtwagen inhalen of je een vrachtwagen haalt jou in. Ontstaat een soort windhoofd, is niet prettig en zorgt eigenlijk ook voor verlies van energie. Als je kijkt naar het ontwerp van de Uniflash, dan zie je dat de wind voor, zowel voor als achter, het model tot een bepaald punt weer tot stilstand komt. En dat de Uniflash die er eventueel achterop zou rijden, daar geen hinder van ondervindt. Dit is ook nog wat meer informatie van de Uniflash. Zoals ik al aangaf, voormalig high-speed Unibus, zo is hij ook gepresenteerd in 2018. Maar inmiddels heeft hij ook zijn eigen naam gekregen in de vorm van Uniflash. Je ziet ook een korte specificatie van de Unibus U4210. Die wordt ingezet voor stedelijk gebruik, heeft een maximale snelheid van 150 km per uur. De Uniflash heeft een maximale snelheid van 500 km per uur. Er zijn op dit moment ontwikkelingen gaande om een baan te creëren, zowel in de Emiraten als in Wit-Rusland, om de Uniflash te kunnen testen. De huidige testbaan op het Ecotechnopark in Wit-Rusland is te kort, die is maar 900 meter. En de Uniflash heeft 25 km nodig. 10 km voor zijn acceleratie van 0 naar 500 km. 10 km om op snelheid te blijven en 5 km om op een rustige manier van zijn topsnelheid weer tot stilstand te komen. Dit is Anatoly Yunitskiy met een patent. Alles wat Anatoly Yunitskiy ontwerpt en samen met zijn, op dit moment met zijn engineers, dat moet gepatenteerd worden. Op het moment dat hij dat niet doet, dan hebben andere bedrijven de mogelijkheid om zijn idee eerder op de markt te brengen met alle gevolgen van dien. Dat kan zijn dat het idee niet goed is afgewerkt of ja, net wat kan zorgen voor een hele probleem. Dus elke uitvinding die hij ontwerpt, dus dat kan heel simpel betekenen het opengaan van een deur of een schroefje wat nog niet is ontworpen, maar wat hij wel nodig heeft, dat moet gepatenteerd worden. Op het moment dat het gepatenteerd is, dan is het ook enkel aan hem toe te schrijven en is hij de enige die dat mag gebruiken. Hier gaat best wel wat tijd in zitten en dit zorgt er soms ook voor dat er vertragingen kunnen ontstaan in het ontwikkelingsproces van Yunitskiy String Technologies. Dit is een van zijn eerste boeken die Anatoly Yunitskiy heeft geschreven. Dit boek is een tijd lang te koop geweest. Waarschijnlijk zal het nog wel te koop zijn. Ik denk zeker in Wit-Rusland of in Rusland. Maar dit geeft eigenlijk aan hoe hij zijn idee voor zich zag. En je ziet eigenlijk op de afbeelding van de voorkant van het boek dat hij een lineaire city heeft gecreëerd. En daartussen rijdt het String Technologies transport van Yunitskiy van het ene naar het andere gebouw. Dit zijn nog een aantal patenten wat ik net al aangaf. Ieder ontwerp, neem het heel simpel, de Unibus U4210 moet gepatenteerd worden. Op het moment dat hij zijn testen doorstaat, moet dat ook weer gepatenteerd worden. Daar gaat ontzettend veel tijd overheen en dat neemt ontzettend veel tijd in beslag om dat voor elkaar te krijgen. En voor ons als leken, als gewone investeerders in dit hele mooie project, is het soms niet te volgen dat iets soms langer de tijd nodig heeft dan dat er wordt aangegeven door het bedrijf zelf. Dat is in het echt ook zo. Soms kan het gewoon zijn dat een ontwerp of iets wat gecertificeerd moet worden
wel klaar is om de certificering door te gaan, maar dat door de bureaucratie die we op dit moment in alle landen kennen, het soms iets langer duurt om dat ook daadwerkelijk gecertificeerd te krijgen. Uiteindelijk wordt het gecertificeerd en is het ook enkel aan Unisci String Technologies toe te schrijven. Dit zijn een aantal certificaten, ook die het bedrijf heeft weten binnen te harken. Heel veel mensen vragen zich af van, goh, is de Europese Unie niet op de hoogte van het bestaan van Unisci String Technologies? Dat zijn ze wel degelijk. Het certificaat met het ja-teken rechtsonder is afgegeven door de Europese Unie, niet zo heel lang geleden. Dus ook de Europese Unie is wel degelijk op de hoogte van het bestaan van Unisci String Technologies. Dit zijn een aantal projecten, ideeën die Anatoly Unitsky heeft bedacht. De bovenste is Unitsky String Technologies, merknaam is Skyway. Maar goed, wij houden het hier op Unitsky String Technologies. Dan heeft hij nog een programma, dat is Spaceway. Mocht je daar meer van willen weten, dan kun je op zijn persoonlijke site www.unitsky.engineer even een kijkje nemen en dan zie je eigenlijk hoe hij dat voor ogen ziet. Dit is de rolling stock van Unisci String Technologies. Nederlands woord is rollende voorraad. Vind ik niet klinken, dus ik houd het bij rolling stock. Ik ga deze rustig met jullie door van boven, van linksboven en vice versa. We beginnen met de Uniwind. Dat is een module voor twee personen, maximale snelheid 150 km per uur. Dan krijgen we de Unibike, ook voor twee of voor drie personen. Maximale snelheid 150 km per uur. De Unibike is het eerste gecertificeerde en geteste model dat Unisci String Technologies heeft laten testen eind 2016. Dan krijgen we de Unicar voor 6 personen, maximale snelheid 150 km per uur. Unicar voor 18 personen, dat is een geleden versie of een verlengde versie met twee extra modules. Maximale snelheid 150 km per uur, aantal personen die erin kunnen zijn er 18. Dan krijgen we de Unibus U4210. Maximale snelheid 150 km per uur, aantal personen dat erin kan 12 tot 14. Dan krijgen we de Unibus U4220T2, oftewel de B-rail Unibus, maakt gebruik van beide kanten van de stijve stringrail constructie op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Maximale snelheid 150 km per uur, maximaal capaciteit voor het aantal personen te vervoeren, 148 excuus. Dan krijgen we de Uniflash, maximale snelheid 500 km per uur, aantal personen in deze versie 6 personen. Dan is er ook nog een ander model, dat is het model de Uni, moet ik even goed nadenken, Unilight. Dat is het model dat ook zal worden ingezet voor het eerste commerciële traject in Wit-Rusland naast het Ecotechnopark. Daar kunnen waarschijnlijk ongeveer 2 tot 4 mensen in. En die heeft een snelheid van geen 150 km per uur. Ik heb de specificaties helaas wel bij de hand, maar niet accuraat in mijn geheugen. Maar die houden jullie van mij te goed. Ik was iets te voortvarend. Dit is de Unicont. Maximale snelheid 80 km per uur. Deze zal binnen niet altijd lange tijd ook daadwerkelijk worden getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland en het innovatieve center in Shaya. Daarvoor wordt nu met man en macht de testtrajecten gebouwd, zodat die ook getest kan gaan worden. Dan hebben we de Unitruck. Dit is een dubbele variant. De Unitruck U4131, die staat hier op de foto. Deze wordt op dit moment getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Dan hebben we de Unitrans. Dat is een soort grote lopende band. Deze wordt in Wit-Rusland ook al getest. En deze zal worden ingezet om bijvoorbeeld steenkool, ijzererts, alle ruwe producten die men nodig heeft uit ons aardoppervlak te kunnen verplaatsen op een efficiëntere manier van het ene punt bijvoorbeeld naar de havens, zodat vrachtwagens eigenlijk niet meer moeilijk begaanbare bergwegen in hoeven met alle gevolgen van dien. Dan staat er op de foto ook nog een andere module. Daar is niks over bekend. Deze is wel gepresenteerd op het Ecofest 2019. Maakt gebruik van dezelfde constructie als de Uniwind. Waarschijnlijk gaan we in de nabije toekomst nog iets meer over dit model te horen en te lezen en te zien krijgen. Maar voor nu is het enkel deze foto die ik aan jullie kan tonen.
Dit zijn een aantal vergelijkingen tussen Unitsky String Technologies en het huidige transportsysteem dat wij kennen. En wat je op deze sheet ziet, is dat Unitsky String Technologies eigenlijk keer op keer de meest efficiënte en de zuinigste is. Deze testen voor veel mensen lijken gewoon door computermodellen berekend. Dat is ook. Maar neem van mij aan dat deze modellen ook daadwerkelijk zo zijn. Want je kunt niet iets presenteren wat in feite nog niet werkbaar is. Op het Eco-Technopark in Wit-Rusland wordt getest. Daar worden ook metingen gedaan om dit zo te kunnen weergeven in deze sheet. Dit is nog een keer de Unicar op het Eco-Technopark in Wit-Rusland. Deze maakt hangt nu aan een flexible string rail. Een stukje tekst. Helaas lijkt het internet niet heel snel te reageren, dus excuus hiervoor, ik doe mijn best. Even kijken of ik geen sheets mis. Dat zou zonde zijn. Ja. Ja, we zijn weer bij. De hedendaagse techniek laat ons soms ook in de steek. Maar goed, dit is een foto. Deze is genomen op het Ecofest 2019. Wat jullie op deze foto zien is twee Unicar modellen op de flexible string rail. Wat hebben ze ons willen laten zien? Er is vaak best wel wat nieuwsgierigheid van mensen. Van, goh, wat gebeurt er als zo'n module pech onderweg krijgt? Hoe lossen ze dat op? Deze modules zijn uitgevoerd met artificial intelligence. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk voor elk probleem zelf een oplossing kunnen bedenken. In dit geval hebben ze de eerste module naar boven gestuurd en die in het midden van de baan tot stilstand laten komen. En wat ze toen hebben gedaan is een tweede module ook naar boven gestuurd. Die is heel rustig naar het ene model toegereden, heeft zichzelf aangekoppeld en heeft het andere model teruggenomen naar het eerste opstapstation. En dit is eigenlijk een van de talloze mogelijkheden die is bedacht om eigenlijk alle situaties die zouden kunnen ontstaan, om die toch op een efficiënte manier te kunnen oplossen. Een van de andere mogelijkheden die ze ook hebben, is dat er een andere hulpmotor in het model zelf zich aanschakelt en op die manier ook de mensen op een veilige manier naar het eerste dichtstbijzijnde station kan brengen, zodat mensen op een veilige manier kunnen uitstappen. Dit is ook nog een foto van het Ecofest in Wit-Rusland. En wat je hier ziet is de Uniflash die bovenop de rail staat en de Birol Unibus die onderaan de rail hangt. Dit zal ook straks het geval zijn in de Emiraten. Niet zozeer in het begin met de Uniflash, maar de Unicont en een speciale versie die wordt ontwikkeld voor de Emiraten in de vorm van een Unibus, zal daar aan de onderkant gebruik van maken en zal daar de baan van zal worden getest op de baan van 2,5 kilometer van het ene punt naar het andere punt. Prioriteitsstellingen van Unitsky String Technologies. In 2014 zijn ze begonnen met het passagiersvervoer en dat is op zich een hele goede zet geweest, maar gaandeweg is de vraag enigszins van het passagiersvervoer meer naar het cargovervoer gekomen. Dat wil niet zeggen dat het passagiersvervoer nu op een laag pitje staat, maar dat is al iets verder in de ontwikkeling, waardoor ze een inhaalslag hebben kunnen maken op het gebied van cargovervoer. Je ziet hier een aantal foto's van hoe dat eruit ziet. Het zijn echte foto's en sommige zijn nog computeranimatie. Maar dit is wel wat we in de nabije toekomst kunnen gaan verwachten. Het geluid. Dat is voor mensen ook vaak wel iets waar ze benieuwd naar zijn. Deze modules maken eigenlijk, en zeker de modules voor stedelijk gebruik, hebben een geluidswaarde die ze produceren van ongeveer 80 decibel. Dat is vele malen zachter dan een huidige trein van onze Nederlandse of Belgische spoorwegen. En als het op een dergelijke snelheid voorbij komt rijden, dan valt dat eigenlijk ook niet op.
Zeker op het moment als een module het station uitrijdt, dan hoor je eigenlijk niet dat die het station ook daadwerkelijk uitrijdt. Dat gaat heel geruis en geluidsloos boven je hoofd langs. Ze hebben in de tussentijd op het Ecotechnoparkje met Rusland ook een aantal aanpassingen gedaan. Zowel isolerende aanpassingen, zodat je in, wat je in feite wel eens hebt in de trein. Op het moment dat je het ene baanvak naar het andere baanvak passeert of een koppelpunt, dan voel je dat de trein wat hobbelt en stoept. Dat is in het begin ook bij Unitsky String Technologies geweest, maar inmiddels hebben ze iets uitgevonden waardoor er een geleidelijke overgang is van het ene stuk naar het andere stuk en dat je eigenlijk geen stoekerige of stoterige bewegingen meer ervaart in de module zelf. Dit zijn een aantal 3D-tekeningen of 3D-foto's hoe dat er eventueel uit zou kunnen zien. Transport over land, transport over water en nog een keer transport over land. En zo zou dat er eventueel in de nabije toekomst in sommige landen ook daadwerkelijk uit kunnen zien. De Uniflash is in 2018 gepresenteerd aan het grote publiek op de InnoTrans in Berlijn. Toen de tijd heette die de High Speed Unibus. Unitsky String Technologies heeft eigenlijk op een aantal grote tentoonstellingen gestaan. Heeft daarin ook de mogelijkheid gekregen om zijn modules te publiceren aan het grote publiek. Je kunt daarbij denken aan tentoonstellingen in de Emiraten, in Rusland, Duitsland, maar ook in Japan, als ik me niet vergis, of in Singapore, een van de Aziatische landen. Dus eigenlijk langzamerhand krijgt de wereld steeds meer te zien over de grote voordelen en het innovatieve transport van Unitsky String Technologies. Dit is het motorwiel, hoe dat er van buiten enigszins uitziet. Het is niet heel groot. Het is één klein onderdeeltje van het totaalconcept wat Unitsky heeft ontworpen samen met zijn engineers. Dit zit vaak verborgen onder het witte gedeelte van de modules, dus het is op zich wel interessant om dat een keer zo op een foto te zien. De huidige techniek die gepatenteerd is, die zit ook in het model zelf. Dit is het hoofdkantoor van Unitsky String Technologies. Onlangs heeft Unitsky String Technologies een nieuw pand betreden. Het oude pand voldeed niet meer aan de huidige vragen die het bedrijf op dit moment heeft. Er zijn op dit moment alleen in Wit-Rusland al plusminus 1000 engineers hard aan het werk om alles gecertificeerd te krijgen, goed ontworpen te krijgen, zodat Unitsky String Technologies op een goede en efficiënte manier de markt kan betreden. Dit is een van de hallen van Unitsky String Technologies in Wit-Rusland. Inmiddels is er ook een tweede hal gebouwd die eigenlijk achter de blauwe hal die jullie op de foto zien in gebruik is genomen. En daar wordt op dit moment ook hard gewerkt om alle modellen die getest moeten worden en alle onderdelen die eveneens getest moeten worden, dat op een zo goed mogelijk en efficiënt mogelijke manier te kunnen laten doen. Dit is het Ecotechnopark zoals het in 2014 erbij lag. Het is een voormalig tankterrein of militaire terrein waar tanks hebben gereden. Er was eigenlijk weinig tot geen leven. Je ziet op de foto rechts de grotere foto hoe dat er enigszins nu bij staat. Deze foto is ook niet helemaal meer accuraat, want inmiddels zijn ze ook al begonnen met de bouw van een aantal nieuwe lijnen en nieuwe anchor supports. Dus er belooft heel veel aan te komen. Het eerste commerciële traject, dat is misschien ook wel handig om dat nu even te vermelden, dat komt in Wit-Rusland. Jullie zien op die grote foto een grote waterpartij. Unitsky String Technologies heeft daar, of onder de vlag van Unitsky, is daar een groot vakantiepark gebouwd waar mensen op ecologisch verantwoorde manier kunnen vissen en kunnen recreëren. Het traject wat wordt gebouwd zal lopen van de weg die jullie eigenlijk onder op de foto zien, naar het park wat jullie, of tenminste naar die waterplas en het park wat daarbij zit. Dat is een traject van 1125 meter en zoals ik net al aangaf, de Unilight zal daarvoor worden ingezet. Dit traject is ook bekendgemaakt door Unitsky zelf op het online EcoFest event wat vorig jaar 2020 heeft plaatsgevonden.
Dit zijn ook nog wat foto's die genomen zijn op het Ecofest. Jullie zien hier de Unicar die aan de string, een flexibel stringrail hangt. Het mooie om van deze rail is dat het module in dit geval volledig 100% zijn eigen energie gebruikt. Hij wekt zijn eigen energie op en gebruikt zijn eigen energie ook weer. En kan zelfs nog energie afstaan voor stedelijk gebruik. Dus dat is het voordeel van het flexibel stringrail. De werking is eigenlijk heel simpel. Hij gaat omhoog. De flexibel stringrail is iets gebogen. En op het moment dat hij dus het hoogste punt gepasseerd en naar beneden gaat, remt de motor eigenlijk, zonder dat je dat in de gaten hebt, maar remt de motor af. Daardoor wekt hij ontiegelijk veel energie op, die hij later ook weer misschien nodig heeft om weer naar een hoogste punt te komen. Maar vervolgens blijft er zoveel energie over dat hij dat kan afstaan aan stedelijk gebruik of net wat er nodig is. Dan is er ook nog een foto van de Uniwind van schuin onderaf genomen. Deze wordt op dit moment ook daadwerkelijk getest. Samenwerkingen. Uniski String Technologies heeft een aantal samenwerkingen met onder andere gerenommeerd en bekende bedrijven die wereldwijd hun sporen hebben verdiend. Een van de bedrijven is het Belgische B-kaart. Ik hoop dat ik het goed uitspreek voor de Belgen of voor de Belgische mensen onder ons. Deze hebben nu staal geleverd voor de trajecten, voor een van de trajecten in de Emiraten. Je ziet de rollen haspels liggen. Het grappige is, als je Google Earth gebruikt en je zou het Innovation Center in Sharjah opzoeken, dan zie je ook daadwerkelijk deze rollen, schuine streep haspels, liggen. Dus die liggen al klaar om voor het moment dat ze daadwerkelijk gemonteerd kunnen worden. Dan hebben ze ook nog een aantal andere samenwerkingen. Ik heb niet alle samenwerkingen opgeschreven, maar een van de belangrijkere samenwerkingen is bijvoorbeeld met Dassault Systèmes. Dat is een Frans bedrijf, is een gerenommeerd bedrijf, wat wereldwijd ook onderdelen levert aan de vliegtuigindustrie. Dan zijn er nog een aantal andere bedrijven, zoals Okuma, die onlangs ook apparaten heeft geleverd voor Unitsky String Technologies in de ontwikkeling van hun voor de ontwikkeling van hun modules. We gaan van Wit-Rusland of van Europa richting de Emiraten. En dit is het Innovation Center in Sharjah, oftewel Unitsky Innovation Center R&D. Dit is een 3D tekening. Op dit moment zijn de bouwwerkzaamheden in volle gang. De foto die jullie rechtsonder zien is van het Ecohuis. Dat is het enige houten huis in de Emiraten waarvoor goedkeuring is gegeven. En dat is inmiddels helemaal af. De foto boven het Ecohuis is de foto van een van de anchor supports voor de 400 meter lange flexible string rail testlijn. Ook die is inmiddels helemaal af en die lijn is ook daadwerkelijk af en in gebruik genomen. Dit is een maquette van hoe het er ongeveer straks uit gaat zien. Zoals ik net al aangaf, een aantal gebouwen zijn al af. De lijn van 400 meter is af, is inmiddels in gebruik genomen. Dus de Unicar die is ontworpen voor voor tropisch klimaat, kan ook nu worden getest en straks ook gecertificeerd worden. Het Ecohuis is af. Op dit moment is ook de 2,5 zijn beide intermediate supports of pilaren staan al voor de 2 keer 2,5 kilometer lijnen. Ook de stations voor deze lijnen zijn in aanbouw. Dit is de lijn van 400 meter die geopend is medio 2019. Dit zijn de eerste beelden van de Unicar voor tropisch klimaat die daar zijn testritten heeft gereden. Op dit moment wordt hij daadwerkelijk getest en wordt hij ook ingezet om journalisten, overheidsdelegaties een ervaring te geven hoe het is om te rijden met Unitsky String Technologies. Dit zijn nog wat foto's van de bouw van een van de 2,5 kilometer lijnen. En onderop zie je het een van de anchor supports, de stations die in aanbouw is. Dit zijn een aantal foto's van een aantal gebouwen die af zijn. Rechtsonder zien jullie ook een foto van een anchor support. Dat is een van de stations. Deze staat
eigenlijk iets schuin voor het hoofdkantoor van het Sharjah Research and Technology Center. Dus mensen kunnen straks vanaf dat punt reizen op een efficiënte manier naar Unitsky String, of naar het Innovation Center van Unitsky String Technologies. Dan zien jullie een foto van het ecohuis met een boom en een rotonde op de voorkant. Een huis voor, ik kom even niet op het Nederlands woord, maar dat is voor de mechanics, voor de technische dienst. Ja, ik heb het woord. Die kunnen daar hun, mocht hun onderdeel stuk zijn, dan is dat de plaats waar ze iets kunnen repareren. Dan is er nog een ander gebouw waarvan ik de functie niet weet. Ook onder de grond zijn reeds een hele hoop gebouwen, of is er heel veel gebouwd. Denk aan funderingen, grote wateropslagtanks voor, die nodig zullen zijn mocht de brand uitbreken. Dus er is eigenlijk al heel hard gewerkt aan de infrastructuur onder de grond, om die straks zo boven de grond zo efficiënt mogelijk te kunnen maken. Dit zijn een aantal modules. Op dit moment wordt er getest zowel met een container als, als de Unicar. Deze testen zijn ook gewoon zijn in volle gang. En wat je hier eigenlijk ziet is dat de Unicar op een zo goed mogelijke manier ook wordt ingezet voor het publiek. Zodat mensen goede foto's kunnen maken. En uiteindelijk voor mensen die echt interesse hebben, denk aan overheidsdelegatie, wat ik net al aangaf, dat ze ook het model van binnen kunnen bekijken. Het testen van deze containermodule, dit zijn de begintesten en de testuitslagen of resultaten die hieruit naar voren komen, worden op dit moment ook weer gebruikt voor het nog efficiënter mogelijk maken van de grote Unicont. Toekomst van Dubai. Wat even belangrijk is om wel te vermelden. Unitsky String Technologies is regelmatig te zien in video's die de Emiraten vrijgeven. Onlangs heeft de Sheikh van Dubai aangegeven hoe hij de toekomst van Dubai ziet tot aan 2040. Daarin is Unitsky String Technologies eigenlijk wederom kort te zien en is ook gewoon te zien welke modules de Emiraten eigenlijk voor ogen zien. Wat belangrijk is om te weten, en dat is misschien ook gewoon goed om te vertellen, is dat de Emiraten hebben een vraag uitgezet. Bedrijven hebben daar wereldwijd op in kunnen tekenen en op dit moment zijn er 3 bedrijven die eigenlijk daarop ingetekend hebben. Te weten, Skytrain, dat is een Amerikaans bedrijf. Beamcar is een Engels bedrijf. En Unitsky String Technologies, dat is het bedrijf wat wij kennen. Zowel Skytrain als Beamcar zijn nog zijn conceptbedrijven, hebben geen bestaande testresultaten, geen bestaande testparken. Unitsky String Technologies is het meest ver. En als ik kijk naar de video's die op dit moment vrij worden gegeven in animatie vanuit de Emiraten, dan zie je dat Unitsky String Technologies eigenlijk het bedrijf is wat het meest verre is. Ik ga er zo meteen nog iets meer op terugkomen, waardoor ik je eigenlijk al zeker kunt zien dat Unitsky String Technologies de beste papieren en de beste kaarten op tafel heeft. Dit is nog een animatiefoto van hoe het er eventueel uit zou kunnen zien. Unitsky String Technologies op het tweede niveau en de auto's die rustig rijden op de weg op het eerste niveau. Waar staat Unitsky String Technologies nu? Op dit moment is de bouw in Sharjah in volle gang. Steeds meer foto's, steeds meer video's komen naar buiten. Die worden geproduceerd. Langzamerhand ziet ook de wereldpers het innovatieve transportsysteem. En ja, vliegt het ene bericht naar het andere bericht eigenlijk op positieve manier naar buiten. Waarom investeren in dit project? Ja, dat is voor iedereen verschillend. Dit is een hele unieke kans. Dat is eigenlijk hoe ik er in mijn optiek naar kijk. Iedereen zal er op zijn of haar manier naar kijken, maar dit is eigenlijk een manier waarop je iets goeds kunt doen voor onze aarde. Met natuurlijk straks voor onszelf, ja, hopelijk een hele mooie toekomst. De voordelen, ik heb er eigenlijk al een aantal genoemd. Geen uitstoot van CO2.
meer, beter leefklimaat voor mens en natuur. Het verbeteren van uiteindelijk van het transportsysteem, mensen van op een efficiëntere manier van A naar B kunnen rijden. En welke hier niet op staat, maar ook zeker belangrijk is, is dat Anatoly Yunitskiy ook bezig is geweest met een grondverbeteraar. En dat is een van de redenen dat de Emiraten zeer veel interesse hebben in zijn concept. Hij heeft een soort humus, ik hoop dat ik het goed uitspreek, ontworpen, waarbij hij in staat is om de grond groener en vruchtbaarder te krijgen. Hoe heeft hij dat gedaan? Hij heeft ook vragen uitgezet met het laatste ecofest wat we hebben gehad. Mensen konden daar van elke plek op aarde mee naar Wit-Rusland toenemen en die aarde is weer getest en onderzocht om tot een goed product te komen. Op het Ecotechnopark in Wit-Rusland wordt deze grondverbeteraar ook al gebruikt. En je kunt hem terugvinden onder de naam Uniterra. Dus ik herhaal, mocht voor degenen die dat willen zien, nog een keer. Je kunt het product terugvinden onder de naam Uniterra. En ik denk dat op de officiële website van SkyWorld Community, dat is www.skyway.capital, dat je daar ook wel artikelen over kunt terugvinden. Mocht je dat niet kunnen vinden, dan moet ik je nu even naar de collega's van RSW Systems verwijzen. Als je daar in de zoekbalk Uniterra intypt, dan kom je 100% bij het product uit en dan zie je dat het product ook al bestaat. We gaan nu van... Even een grote omslag. We gaan nu van het reality gedeelte naar het augmented reality gedeelte. Ik gebruik zelf de applicatie AdvaHunter en ik vond het eigenlijk wel belangrijk om het met jullie te delen. AdvaHunter is een applicatie die middels augmented reality techniek het in staat stelt van het laten zien van Yunitskiy String Technologies. Wat je op de foto ziet is een bestaande foto. Dit is een bestaande weg in Nijmegen, Nederland. En ik heb middels de applicatie AdvaHunter een stringrail gecreëerd met in dit geval een driedelige unicar de aanhang. En wat opvalt is eigenlijk hoe weinig ruimte dat in beslag neemt en hoe dat er dan eventueel in het echt uit zou kunnen zien. Wat ik bij deze techniek wil vertellen is dat door deze techniek een aantal projecten daadwerkelijk tot stand zijn gekomen. Er zijn ook nog een aantal foto's hoe dat eruit ziet. Augmented reality is een hele krachtige techniek om te gebruiken. Het vergt wel wat oefeningen, maar het geeft eigenlijk heel snel weer hoe iets eruit zou kunnen zien, zonder dat je een aanpassing hoeft te doen aan de huidige omgeving, of zonder dat je een ICT-techneut een visualisatie moet maken die onnoemelijk veel geld kost en ook onnoemelijk veel tijd in beslag neemt. Dit zijn ook nog een aantal foto's hoe dat er eventueel uit zou kunnen zien. Wat opvalt is dat je door middel van een realiteitsomgeving en een augmented reality laag eroverheen meteen direct een impressie kunt krijgen van wat er mogelijk is en hoe dat eruit ziet. Kan ik ook in dit project participeren? Dat is wel degelijk mogelijk. Ik raad iedereen aan die nieuw is in deze webinar om even contact op te nemen met degene die jou voor dit project heeft benaderd. En hij of zij zal heel goed in staat zijn om alle ins en outs van dit project te vertellen. Mocht het niet zo zijn, dan is het ook mogelijk om contact op te nemen met Nettie Sommers en ondergetekende Earl Carriage. Ik ben nu degene die de webinar inspreekt. En wij zullen jullie op dat moment goed kunnen helpen. Onze contactgegevens komen aan het einde van deze presentatie nog even terug. Laten we het kort samenvatten. Ik denk dat de korte samenvatting spreekt voor zich. CO2, een reductie van CO2, efficiëntere manier om mensen van A naar B te kunnen brengen. Beter leefklimaat voor mens en natuur. En eigenlijk is dat een kleine greep uit de vele voordelen die het bedrijf op dit moment aan het ontwikkelen is. En ons al in grote getalen, en dat is nog lang niet alles, maar al heeft laten zien. Laatste updates. Dit zijn iets oudere updates, maar nog steeds accuraat.
Unitsky String Technologies heeft onlangs aangegeven dat ze klaar zijn om de wereldmarkt te betreden. Dat gaan ze ook doen. In de komende periode zullen we ook steeds meer nieuws te horen, te lezen en te zien krijgen over commerciële trajecten. Daar is een hele grote roep naar vanuit mensen, maar ik kan enkel aangeven dat Unitsky String Technologies moet beslagen ten ijs op de markt komen en kan ze geen enkele fout permitteren of veroorloven. Op het moment dat zij nu in deze situatie de markt betreden, zou het kunnen zijn dat er straks fouten zowel in het systeem als in de constructie zich opdoen. En dan herroepen wij natuurlijk als mensen, ja, we zouden het fijn vinden als ze naar de beurs gaan, maar we hebben uiteindelijk niks aan een bedrijf dat naar de beurs gaat en dat door fouten misschien niet eens zozeer direct door het bedrijf zelf, maar die kunnen ontstaan door toedoen van anderen dat de koerswaarde naar beneden duikelt. Dus in mijn optiek is de weg die ze nu bewandelen is de beste weg. Dat wil zeggen, alles ontwikkelen wat ze moeten ontwikkelen. Alles verbeteren wat ze moeten verbeteren. En op die manier straks op een goede manier de IPO-fase in te kunnen gaan. En ook dan daadwerkelijk de beurs te kunnen betreden. En dat zal voor een aardverschuiving zorgen. Omdat dit wat nu wordt gebouwd, wat wij nu creëren met z'n allen. Door middel van onze bijdrage middels het crowdinvesting systeem, dat zal ongekend zijn. František Solar en Vladimir Maslov zijn onlangs in Vietnam geweest voor een zakelijke reis. Zij hebben daar 28 dagen in quarantaine moeten zitten. Ze dachten dat ze met 10 dagen wel naar buiten mochten, maar er kwamen er een kleine 18 bij. Ze hebben in een korte week eigenlijk alles moeten doen waarvoor ze die andere dagen ook hard nodig hebben gehad. Er is een bedrijf opgericht dat namens Skyworld Community en indirect Unitsky String Technologies erop toe gaat zien dat de trajecten die in Vietnam bekend zijn gemaakt, dat zijn er een aantal, ook straks gecreëerd en gebouwd kunnen worden. Dus de voorbereidingen voor die trajecten zijn ook in volle gang. Voorbereidingen voor trajecten waar dan ook nemen heel veel tijd in beslag. Dat is eigenlijk het grootste stuk van het totaalconcept wat in beslag wordt genomen. En dat vergt heel veel geduld en tijd. Daarnaast zal dat bedrijf in Vietnam ook verantwoordelijk zijn voor de Unitsky String Technologies trajecten en bedrijven die straks worden opgezet in Zuidoost-Azië. Zoals ik net al aangaf, Unitsky String Technologies is volop in de media. Eigenlijk dagelijks komen de nieuwsberichten naar buiten, veelal vanuit de Emiraten, zowel in het Arabisch, Engels en inmiddels ook al in Indiaanse taal komen naar buiten om aan te geven hoe Unitsky String Technologies eruit ziet. Er is wereldwijd heel veel belangstelling en dit geeft eigenlijk heel goed weer wat we straks kunnen verwachten. Dit is Oleg Seretsky. Hij is de CEO in de Emiraten. Neemt de honneurs waar voor Anatoly Unitsky. Is ook de verantwoordelijke daar die eigenlijk alles in goede banen leidt. Dit zijn twee foto's. Je ziet hem eigenlijk wijzen naar een koersbord. De foto rechtsonder is het koersbord. Ik hoop dat het leesbaar is. Maar daar staan alle Emiraten op. Wat ik net al aangaf. Unitsky String Technologies is hard op weg om de Emiraten straks te kunnen voorzien van het innovatieve transportsysteem. Sharjah zal zeker een van de eerste steden zijn waarbij het transport ook commercieel wordt uitgerold. Daar kun je denken aan de lijn die bekend is gemaakt van 130 kilometer van Sharjah naar Khorfakkan. Khorfakkan is onderdeel van het Emiraat Sharjah, ligt alleen niet in het Emiraat Sharjah zelf, maar ligt 130 kilometer verderop aan de oostkust, boven de havenstad Fujairah. En Fujairah is, even als kleine uitstap, een van de 5 grootste bunkerhubs wereldwijd. Dat bunkerhubs zijn, in dit geval komt dat neer op olieopslag en overslag. Unitsky String Technologies zal ook, er is ook een trajectvoorstel gedaan van 10 tot 15 kilometer in de plaats Khorfakkan zelf. Dus ook daar zullen we binnenkort veel meer over te horen krijgen. Dit is een trajectvoorstel van Unitsky String Technologies, ook voor de Emiraten.
Wat ik net al aangaf, Unisci String Technologies heeft de beste kaarten op dit moment op tafel liggen. Heeft nog niet alle kaarten laten zien. Maar deze ontwikkelingen zien er positief uit. Wat ook belangrijk is om te weten is dat de samenwerking tussen Anatoly Unitsky en de Emiraten al teruggaan vanaf begin 2000. Dat zijn eigenlijk de eerst tastbare contacten geweest die ook in documentatie zijn vastgelegd. En dat geeft eigenlijk al aan hoe lang de Emiraten al bezig zijn met Anatoly Unitsky of vice versa, hoe lang die contacten al lopen. Dit is een trajectvoorstel voor Dubai. Twee luchthavens verbinden met de haven van Dubai. En op die manier containers op een efficiënte manier te kunnen verplaatsen naar de luchthavens en vice versa. Ik vond deze sheet wel leuk om even te laten zien. Deze sheet komt uit een officiële presentatie die Unitsky String Technologies heeft gedaan voor de Emiraten. Investeringen naar stage 15. We zitten op dit moment in stage 14.2 al een aantal dagen. Langzamerhand wordt het bekend dat we ook door kunnen gaan met investeringen na de 15e stage. De investeringen zoals we die nu doen in het hart van het bedrijf. Dus in dit geval in de technologie, want daar hebben we het nu over. Die zijn na de 15e stage niet meer mogelijk. Dan kunnen we nog wel investeren in gerichte projecten. Of in het Engels targeted projects. Of in andere mogelijkheden. Denk hier aan een ecohuizen. En straks komt ook naar voren de token. Dit zijn nieuwe sites. Schrijf ze even goed op of noteer ze even. De eerste site is www.uskytransport.com. Deze site is gelanceerd vanuit de Emiraten. Langzamerhand zie je ook dat de naam Usky steeds meer bekend gaat worden. Op deze site heb ik ook de sheet gedownload die ik net heb laten zien van de presentaties. Er zijn een x-aantal presentaties gedaan. En die zijn allemaal te vinden op de officiële site van Usky Transport. Wat ook leuk is om nog even te vermelden, die sheet heb ik hier niet. Zoals we allemaal weten heeft begin dit jaar een schip vastgelegen in het Suezkanaal. Unitsky String Technologies heeft daar ook een voorstel voor gedaan om een traject te bouwen van het noordpunt naar het zuidpunt. En dan niet meer gebruik te maken van het Suezkanaal voor schepen, maar eigenlijk om alle containers te vervoeren met de middels Unitsky String Technologies. Dan heb ik nog een nieuwe site, die zal ik even lezen. Dat is www.sws.com. Dit is de site naast www.svg.io, die straks gebruikt zal worden waar wij onze tokens kunnen aankopen, die mensen straks weer nodig hebben om te kunnen reizen of voor andere doeleinden te moeten gebruiken. Dit is een van de investeringsmogelijkheden. Daar komt later wat meer informatie over beschikbaar. De site is vrij om te kijken. Daar kun je ook een whitepaper vinden voor degenen die het onder ons niet heel erg willen lezen. En dan zie je eigenlijk waar Unitsky String Technologies met zijn concept naartoe gaat. Dit zijn de officiële sites van het bedrijf. Ook de officiële Facebookgroep. Ik ben een van de beheerders en ik deel eigenlijk zodra dat mogelijk is alle nieuwsupdates. Omdat ik het belangrijk vind dat jullie die in een zo goed mogelijke manier te lezen krijgen. Verder is kun je heel veel informatie vinden op www.skyway.capital. Verder is kun je ook informatie vinden op www.unitsky.com of op de persoonlijke site van Anatoly Unitsky. Dat is www.unitsky.engineer. Dit zijn de contactgegevens van Nettie Sommers en Ulkerić, degene die de webinar nu inspreekt. Mocht je vragen hebben, mocht je ergens mee zitten, mocht je ergens niet mee uitkomen, laat het ons even weten. Wij zijn eigenlijk altijd bereid om jullie op een zo goed mogelijke manier te helpen. Omdat het ook gewoon belangrijk is dat jullie op een rustige manier in dit project kunnen participeren. Het duurt voor sommige mensen heel lang. Ik heb net al aangegeven dat het eigenlijk komt door de ontwikkelingen die het bedrijf nu doormaakt. En sommige aspecten in die ontwikkeling gaan snel en sommige aspecten
binnen de ontwikkeling nemen iets meer tijd in beslag. Dat wil niet zeggen dat het bedrijf stilstaat. Verre van dat. Er komt heel veel aan. En ik denk als dat eraan gaat komen, dat we eigenlijk in plaats van één keer in de week dagelijks een webinar moeten geven, omdat de informatie die eraan gaat komen gigantisch is. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van mijn webinar. Ik wil jullie vanuit mijn kant hartelijk danken voor jullie aandacht, interesse. Ik ga zo meteen de sheet terugzetten op de contactgegevens. Nogmaals, dankjewel. Ik ga ook de opname stoppen. Mochten jullie vragen hebben, dan horen wij of lezen wij dat natuurlijk heel graag. Dankjewel, fijne avond en tot de eerstvolgende webinar.